Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je een YouTube editing software, wat zelf in YouTube aanwezig is, eenvoudig kunt gebruiken om de basisdingen van je video te gaan monteren of te gaan editen. Als eerste gaan we inloggen op YouTube. Vervolgens klik je op het icoontje rechtsbovenin. En je gaat naar Creator Studio. Vervolgens ga je naar Maken. En dan zie je hier twee dingen. De audiobibliotheek. Daarin zit onder andere gratis muziek en gratis geluidseffecten die je kunt gebruiken voor je video. Maar uiteraard gaan we als eerste naar Video Bewerkingsprogramma. Nou zijn er verschillende opties die je kunt gebruiken. Als eerste kun je uiteraard de video die je al hebt geüpload, kun je in je timeframe kun je bewerken. Maar er zitten een aantal andere interessante opties bij, zoals bijvoorbeeld Creative Commons video's. Dat zijn video's die zijn rechtenvrij, dus die kun je gewoon gebruiken. Dus nou, stel dat je dat wilt gebruiken, dan sleep je dat gewoon hierin. En voilà, je kunt gelijk deze video gaan gebruiken. Verder zitten er een aantal andere opties in, zoals bijvoorbeeld een foto importeren of een logo. Nou, dat is gewoon een kwestie van slepen en het zit erin. En dan heb je twee balken hier en die kun je gebruiken om je video heel eenvoudig op te rekken, uit te rekken of te verplaatsen. Verder heb je de optie muziek. Je kunt in genre kun je zoeken, je hebt je hip-hop, je hebt disco. Nou, je kunt dit zo slepen en kun je onder je video hangen. Verder heb je een optie, dat zijn effecten. Dus stel dat je een ster er wilt inplaatsen, nou, je hangt hem erin. Dan sleep ik hem even door naar het effect. En dan zie je, dan komt er heel leuk een ster voorbij. Verder heb je de optie dat je er teksten in kan hangen. Dus als je deze inschakelt, dan zie je aan de linkerkant je originele video. En aan de andere kant zie je hoe het eruit gaat zien als je effecten erin zitten. Dus een leuke optie. Nou, je kunt nog audio toevoegen. Dan kun je de volume, kun je lager doen, hoger doen, de bassen, etc. Nou, op het moment dat je nou tevreden bent met je video, dan klik je op video maken. Dan zie je, dan gaat het even duren voordat hij is verwerkt. En een gouden regel is eigenlijk als je ongeveer een video maakt van 5 minuten, dan duurt het gemiddeld 10 minuten voordat YouTube jouw video, je nieuwe video heeft bewerkt. En op het moment dat hij hem heeft verwerkt, dan komt hij uiteraard te staan bij je video's. Dat is op dit moment natuurlijk nog niet het geval. Ja, je ziet dat die hier nog wordt bewerkt. Maar dan kun je weer de normale optimalisatieslagen doen. Dus heel eenvoudig. Je gaat naar maken. Je gaat naar videobewerkingsprogramma. En dan zijn er een aantal handige opties. Stel dat je deze er even heen doet. Dan kun je met deze knop hier rechts. Kun je inzoomen. Dus dan zie je allemaal losse fragmentjes. Dus vind ik persoonlijk een hele prettige optie tijdens het editen. Verder zijn er een aantal andere opties. Ja, je kunt de helderheid, contrast, slow motion is ook een aardige optie. Dus kan je hem iets vertraagd laten spelen. Verder heb je nog een aantal filters. Kan je bijvoorbeeld nog zwart-wit toepassen. De tekst, de audio hebben we het al over gehad. Dus dit zijn eigenlijk wel ongeveer de basic features van YouTube editing. Dit is een gratis programma. Wil je nou wat professioneler gaan editen, dan zou ik je een aantal andere opties kunnen adviseren. Je hebt uiteraard gratis en betaalde versies. Ik zit zelf op een Mac en ik gebruik ScreenFlow.
Maar je hebt uiteraard ook iMovie, dat is gewoon gratis. Voor Windows heb je verschillende programma's. Nou, maar wil je de basis editen, dan is YouTube editing prima. Ik zelf werk met ScreenFlow voor de Mac. Vind ik ook een prettig programma. Daar ga ik nog een andere video over maken. Dus als je nu rechtsbovenin klikt op het i'tje, dan word je doorverwezen naar een hele kleine korte instructievideo over editen met ScreenFlow. Wil je meer weten over YouTube? Abonneer je dan nu op dit kanaal. Dat kan heel eenvoudig door even op de rode button subscribe of abonneer te klikken. Of laat een comment achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.